Goedemiddag, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 1 uur vanmiddag kunnen we zien dat we te maken hebben met tamelijk veel bewolking vandaag. Maar er waren ook wel wat opklaringen waar de zon dan ook kan schijnen. Verder trokken er vanuit het noordoosten nog een aantal buitjes over het land. Dat kunnen we ook zien op de radarbeelden als we die in beweging zetten. Met name in Zuid-Holland, Zeeland en ook grote delen van Brabant was het wel droog. En ook inmiddels begint het droger te worden in het noorden van het land. Toch blijft vanavond nog wel een enkel buitje mogelijk. Verder is het wisselend bewolkt, wolkenvelden en een paar opklaringen. En halverwege de avond is het afgekoeld naar een graad of 4. Verder waait er nog een matige aan zee vrij krachtige wind uit het noordwesten. Vannacht gaat de wind draaien naar het zuidwesten en wordt dan aan zeer krachtig, kracht 6. Verder zakt de temperatuur nog iets naar 5 tot 2 graden op een enkele plaats. Verder komt er in de loop van de nacht meer bewolking. Aan het einde van de nacht is het overwegend bewolkt. En verder kan het verspreid een klein beetje regen dan gaan vallen. Daar hebben we dan morgenochtend ook in eerste instantie mee te maken. Het is bewolkt, verspreid over het land een klein beetje regen, maar op veel plaatsen ook wel droog weer. De temperatuur loopt weer op naar zo'n 6 tot 8 graden, tamelijk zacht voor de tijd van het jaar. Verder gewaait het flink uit het zuidwesten, boven land neemt de wind verder toe tot krachtig windkracht 6 en in de kustprovincies naar hard of zelfs stormachtig aan zee windkracht 7 of 8. Dan in de middag passeert er vanuit het westen een intensief regengebied, het gaat even flink regenen en na het passeren van dit regengebied draait de wind naar het noordwesten en gaat dan weer afnemen, maar terwijl die passage is van de regen kan de wind eerst nog even pieken in het noordwestelijke kustgebied tot stormkracht windkracht 9. Houd tijdens de avondspits ook rekening met zware windstoten. In de avond is het dan weer geleidelijk aan droger, aan het worden met opklaringen. In het noorden kan een buitje vallen. Dan de dagen daarna, donderdag, vrijdag en zaterdag, begaan kouder en winters weer tegemoet. De middagtemperatuur zakt naar 3 graden en verder hebben we te maken met winterse buien, zeker op de donderdag en de vrijdag. Het zijn talrijke exemplaren en zeker donderdag zijn ze erg actief met natte sneeuw, sneeuw en ook hagel en zelfs onweer zijn mogelijk en aan zee waait nog steeds een krachtige wind. Vrijdag en zaterdag is de wind wat afgenomen en nemen langzaamaan ook de buien af en zeker op zondag zaterdag zien we ook de zon er weer wat vaker bij. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.